De Noorderijplas is een geïsoleerde plas die 30 jaar geleden is ontstaan door zandwinning voor de A10. Hij is opgedeeld in de Noordplas en de Zuidplas. Het is een diepe plas met steile oevers, waardoor er weinig waterplanten kunnen groeien. Dit is niet goed voor de visstand. Er zwemmen dan ook weinig vissen en er zijn ook nog eens weinig verschillende soorten vis. Ander probleem van de diepe Noorderijplas is dat vissen er niet graag paaien. Hier hebben ze ondiep water voor nodig. De plas wordt daarom op sommige plekken langs de oever minder diep gemaakt. Zo ontstaan meer paaiplaatsen voor vis, kunnen waterplanten makkelijker groeien en varen ook de waterbeestjes er wel bij. Ook voor de visstand in het Noordzeekanaal is het belangrijk dat er meer ondiepe zoetwaterpaaiplaatsen komen. Daarom legt Waternet in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat een vispassage aan tussen de Noord- en Zuidplas. Omdat het voor de waterkwaliteit belangrijk is dat de Noorderijplas geïsoleerd blijft, is de passage zo ontworpen dat er geen voedselrijk water vanuit het Noordzeekanaal de Noorderijplas in kan stromen. Tegelijkertijd maken we een doorsteek tussen de Zuidplas en het Noordzeekanaal. Door soms wat zoet water van de Noordplas via de vispassage naar de Zuidplas te laten lopen, ontstaan er stromingen waar zowel zoetwater als zoutwatervissen op afkomen. Straks komen we zowel de paling als de driedoornige stekelbaars tegen, maar ook de snoek, snoekbaars en brasem. Verder zijn er plannen om straks een strandje in de Noorderijplas aan te leggen. Zo wordt dit een heerlijke plek om te genieten van de natuur.